Dit zijn mensen die gelijk spijt krijgen. En zij had spijt dat ze zich iets te veel ontspande. Ze schrok zich een hoedje. Oh, ik denk dat ze niet zag aankomen dat die kurken zo hard afschoot. Deze meneer hier, die gaat ook gelijk spijt krijgen. Oh. Waarom zou je ook een pijl afschieten, zeg maar, waar een raam bij is? Tuurlijk ga je missen. Tuurlijk schiet je op dat raam. I'm here and got a chicken sandwich all on my own and I don't care. Judge me. Loser. Oh, hoe zij keek was echt gewoon instant spijt. Ze was echt stoer aan het doen, ik heb een broodje. En iemand zegt gewoon loser. En zij was echt van, wat doe ik? Dat filmpje was gewoon de definitie van gelijk spijt krijgen. Oh, wat hebben we hier? Hij stapt de auto uit. Hij is de auto vergeten op de handrem te zetten. En ja, nu heeft hij een klein deukje, denk ik. En ik weet niet waar hij tegenaan gereden is. Maar dat is ook volgens mij kapot. Deze meneer gaat zijn motor schoonmaken. En had nog niet de slang vast. En die slang die denkt gewoon van, yo, ik ga mijn eigen weg. Even serieus. Oh, op een gegeven moment heeft die motor de slang gevangen. Maar het zag er wel echt grappig uit. Nog één keer. Kijk, hij wil gewoon zijn motor wassen. En die schiet echt gewoon overal naartoe. Hij heeft 100% gelijk spijt dat hij hem niet vast had gehouden toen hij op het knopje drukte. 100% heeft hij daar gelijk spijt van. Deze gozer zit pizza's te maken. Zo. Oh my god. Oh, en iedereen lacht hem ook uit. Letterlijk iedereen lacht hem uit. Dan wil je op een professionele pizzamaker lijken door hem te gooien. En dan faal je zo erg. OMG. Oh nee. Oh, alles is uit de bus gevallen. Ja, dat is... Dan heb je 100% gelijk spijt. Het lijkt op melk of zo. Al die melktreders zijn gewoon uit de bus gegleden. Ja, dat is een duur grapje ook. Ik denk dat zijn baas niet blij gaat zijn. Dit zijn twee mensen die lekker aan het dansen zijn in Dubai, in het zwembad. En blijkbaar gaan ze gelijk spijt krijgen. Dus wat gaat hier gebeuren? Oh, ze zijn klaar met dansen. En oh, een zwembad wordt dieper. Ja, dit is ook niet heel slim nagedacht. Ze dachten opeens van, het is wel heel diep hier. Oh nee. Haar zit vast in dit. Ik weet niet hoe je dit voor elkaar krijgt. Maar de haar zit er letterlijk vast in. Oh nee. Ik hoop dat dat geen lijm was, die pot. Want dan kan je echt doei zeggen tegen je haar. Lekker een mooie foto in het water. Oh nee, een golf. Ja, zij heeft 100% gelijk spijt. Dat is sowieso zo spijt. En het leuke is dat die man die de foto ging nemen, die zag het al aankomen. Dus die dacht, yo, ik ga geen foto nemen. Ik ga gewoon een video maken. Dat is het mooiste nog. Iemand heeft een camera neergelegd voor de raceauto's. En nou ja, ik denk dat deze camera, ja, kapot is. Oh nee. Hey, eerlijk is eerlijk, je hebt wel een cool shot. Alleen was het wel een duur shot, want de camera is nu kapot. Deze mensen nemen de verkeerde kant van de roltrap. Ja, dan heb je sowieso gelijk spijt. Dit ziet er toch ook gewoon echt ongemakkelijk uit. Zeg maar, waarom denken ze dat... Je ziet letterlijk die andere roltrap naar boven gaan. Waarom pak je dan de linker? Wat gebeurt daar? Oh, hij gaat erop slaan. Zo, hij gaat hard slaan waarschijnlijk. Wajo. En, wat heeft hij geslagen? Hij heeft letterlijk 1 geslagen. Oh. Hij denkt, yo, ik gooi mijn arm helemaal in rondjes. Dan moet ik sowieso die 999 raken. Maar nee, hij slaat 1. En daardoor heeft hij ook gelijk een euro verpest. Want ja, dat moet je erin doen om te slaan. Wat echt belachelijk duur is eigenlijk. Deze kat is aan het kakken in zijn mooie kakbakje. Of hoe je dat ook noemt, zijn wc. En het gaat helemaal fout. Kijk, nu valt al dat zaagsel eruit. En nu denkt de kat van, nou, ik kan het nog een keer. Kijk, let op, mama. Kijk, ik ga het nu doen. Hoppakee, hij maakt een mooi ding. Nou, hij denkt, hier gaan we doen. En boem, weer gaat alles kapot. En nu denkt hij gewoon, nou ja, dan maar niet. En hij doet het gewoon letterlijk naast die bak. Ik weet niet waarom, maar dit is echt hilarisch. Ik weet nou niet of de eigenaar van die kat spijt heeft van de kat of van de kattenbak. 1 van de 2. Ik weet oprecht niet wat er in deze video gebeurt. Maar wat ik wel weet... is dat deze persoon gelijk spijt heeft. Want ik zie daar een mooie MacBook liggen. En die zijn heel duur. En die koffie, volgens mij... Ja, ik weet niet wat die gaat gebeuren. Maar dit gaat er gebeuren. Dit ding schiet dat af. Dat autootje, die slaat daarop. En daardoor gaat dat balletje dadelijk daar rechtsboven rollen. Ja, en ik
Wat was het nut van dit? Is het gewoon een leuke manier om je computer kapot te maken? Want ik ben echt zwaar in de war. Deze mevrouw heeft haar kraan van haar bad aangedaan. Om natuurlijk haar bad te vullen met water. Alleen ze krijgt hem nu niet meer uit. En dat lijkt me best wel stressvol. Ik denk dat zij 100% gelijk spijt heeft dat ze haar badkraan heeft aangedraaid. Want ja, ze krijgt hem niet meer uit. En wat betekent dat? Dat op een gegeven moment je bad gaat overstromen. Ze heeft al een noodnummer gebeld van hey, help mij alsjeblieft. En ze weet nou niet of ze nou beter de douche aan kan zetten of de kraan. Wat zou minder snel gaan? Dat is een beetje een probleem. Maar zij heeft 100% spijt dat ze gewoon überhaupt in bad wilde gaan. Besef dat moment dat je hem uit wil zetten en dat hij gewoon niet uitgaat. En dat gewoon heel je huis overstroomt met water. Ik zou echt stressen. Deze persoon misbruikt contactloos betalen. Oké, let op. Kijk. Dit is zo slim. Nu heeft hij betaald dus. Via contactloos betalen. Hij heeft 100% gelijk spijt dat hij daar zijn pinpas heeft. Zeg maar, dit is wel gewoon een trucje hoe je je vrienden geld kan afpakken. Ja, doe dit maar niet. Het is eigenlijk gewoon letterlijk stelen. Ja, deze persoon heeft 100% spijt. Hij heeft letterlijk zijn auto gereden in nat cement. Ja, ik weet niet hoe snel cement opdroogt. Maar als het snel gebeurt, dan kan je zeg maar wel gedag zeggen tegen je auto. Want die krijg je dan niet meer eruit. hoe krijg je dit voor elkaar? Zeg maar, bij nat cement staan 100%. Er zijn 1000 pionnetjes. Hoe zie je dat niet? Deze persoon wil zijn vriendin ten huwelijk vragen in Disneyland Parijs. Let op. Hij vraagt het ten huwelijk en ja, dit is echt... Hij heeft sowieso spijt dat hij die plek heeft gepakt. En misschien heeft dat personeel ook spijt dat hij dit heeft gedaan. Je mag dus niet, zeg maar, daarop staan. En ja... Ja, ja. Dit is, gewoon letterlijk heel het moment is gewoon verpest. Dat lijkt me echt heel erg zuur als gewoon je huwelijksaanzoek verpest is. Lekker aan het chillen op de hangmat. Oh nee. Ja, deze mevrouw heeft 100% spijt dat ze de hangmat heeft gehangen boven het water. Wanneer je proteïneshake niet kan wachten tot je thuis bent. Ja. Maak nooit een proteïneshake in de auto. Anders kan je zo eindigen. Deze persoon is naar de slechtste kapper ter wereld gegaan. En ik denk dat hij gelijk spijt heeft. Hoe kan dit? Er is letterlijk nog haar beneden. Zeg maar, ze heeft gewoon alles geschoren en alles goed geknipt. Maar ze is gewoon een heel stuk vergeten. Oh my god, hij heeft sowieso gelijk spijt van die kapper. Wil je nou nog meer mensen zien die gelijk spijt krijgen? Klik dan snel op deze video. Ja, deze mensen krijgen ook gelijk spijt. Dus hey, als je meer wilt zien, klik dan op deze video. Heb je deze video al gezien? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren. Want morgen staat er weer een nieuwe video. En ik zeg, Mick out.